We hebben de afgelopen tijd een aantal hele mooie objecten kunnen verwerven voor het Noord-Hollands Archief, waarvan ik hier een kleine uitstelling heb gemaakt. En ik wil jullie graag allemaal even meenemen rond de bijzondere objecten die wij hebben weten te verwerven. En er een kleine uitleg bij geven. Een van de bijzondere stukken die wij onlangs hebben gekocht, dat is dit boek. En ik ga u even de eerste bladzijde laten zien en kort aangeven waar het over gaat. U ziet staan Nederlands-Brazilië. Dan slaan we hem verder open en dan ziet u een prachtige print. Dit is een Nederlandse vertaling uit de jaren 20 van meneer L'Honoré Naber van een Neolatijns boek wat verschenen is in 1647. En dit gaat over de geschiedenis van Johan Maurits van Nassau-Siegen, die vanaf 1637 tot 1644 gouverneur-generaal is geweest van een stuk van Brazilië. Na zijn terugkomst in 1644 heeft hij opdracht gegeven aan de beroemde Latijnse schrijver en Nederlandse schrijver Caspar Barlaeus om zijn geschiedenis, wat hij beleefd heeft daar in Brazilië, wat hij gedaan heeft in Brazilië, waarom hij dingen heeft gedaan zoals hij het heeft gedaan, om die te boek te stellen. En hij had Barlaeus daarvoor voorzien, uitgebreid van informatie die hij in de loop van die periode dat hij in Brazilië is geweest, had opgetekend. Dat boek is verschenen in het Neolatijn. Dat was de geleerde taal, want het wilde echt een geleerde boek zijn. Neolatijn was de geleerde taal. En daar zijn een aantal exemplaren van gemaakt. We weten niet precies hoeveel. Maar die zie je eigenlijk nooit. En als ze al op de markt zouden komen, dan praat je over een behoorlijk bedrag. In 1923 neemt dus deze meneer L'Honoré Naber het op zich om dat boek in het Nederlands te vertalen. En dat is echt enorm belangrijk, want daarmee is het voor een veel groter publiek toegankelijk geworden. Maar ook hiervoor geldt, er zijn niet heel veel exemplaren gemaakt. Maar onlangs kwam er eentje op een veiling en hebben we dit exemplaar kunnen verwerven. In de tijd dat Johan Maurits daar heeft gezeten, had hij ook een aantal geleerden en een aantal kunstenaars meegenomen. En die hebben de natuur vastgelegd in Brazilië. En dat is heel bijzonder, want het is de eerste keer dat dat op zo'n, laten we zeggen, systematische wijze is gedaan onder het bevel van Johan Maurits. Een aantal jaren geleden heb ik hier in het Noord-Hollands Archief tekeningen ontdekt die verband houden met die periode. En die ook konden worden toegeschreven aan een van die kunstenaars die mee is geweest met Johan Maurits, namelijk de tekeningen van Frans Post. In dit boek, daar zit een hele hoop illustratiemateriaal en vooral kaartmateriaal. Die kaarten zijn ook allemaal één op één in facsimile gereproduceerd. Overigens, het formaat van het boek, dat is ook het oorspronkelijke formaat van het 17e eeuwse boek. Maar daar zit één kaart bij die bijvoorbeeld heel interessant is met betrekking tot die diertekeningen. En dat is deze kaart, één van de eerste kaarten. En wat je hier ziet is een stuk van Pernambuco, een stuk dus van Brazilië wat onder beheer stond van de WIC. En je ziet hier drie beelden, drie dieren afgebeeld. En precies die dieren zitten ook in de collectie, in de beeldcollectie van het Noord-Hollands Archief. Je ziet hier bijvoorbeeld een tijger, het is een luipaard. Je ziet hier een beest, dan denk je van wat is dat? Maar we weten dat het een capybara is. Dat is zo'n beetje het grootste knaagdier ter wereld. En een tapir die daar van een struikje loopt te knabbelen. En deze tekeningen zijn gebaseerd, of die prenten, want het is een prent, gebaseerd op deze tekeningen. Ik heb hier de tekening van de luipaard. We hebben ook de capybara. Hier heb je die tapir. Deze prentjes van die dieren zijn direct gebaseerd op deze tekeningen van Frans Post. En daarom is het van zo'n belang dat we dit boek hebben kunnen werven, omdat het een directe relatie heeft dus met onze tekeningen, met de tekeningencollectie in het Noord-Hollands Archief. Nou, een ander mooi en bijzonder object zit in deze prachtige cassette. En dat is dit boek.
Het is niet echt een boek, het is niet uitgegeven of zo. Het is een jubileumboek bij het 25-jarig jubileum van de NRV. En dat is de Nederlandse Reisvereniging. In 1935 bestonden ze 25 jaar, dus het is 1910-1935. Het is niet zomaar van de NVR, nee, het is van de afdeling Haarlem. In de tijd had iedere NVR in de steden had een eigen afdeling. En dit is van de afdeling Haarlem. En dat kun je dan ook heel goed zien. Hier staat keurig het wapen van de NVR met daarnaast het wapen van Haarlem. In een werkelijk geweldig mooie art deco band. Overal nog NRV. En die NRV, dat is de rechtsvoorganger van wat dan tegenwoordig de ANVR is, de Algemene Nederlandse Reisvereniging. De binnenkant is ook heel mooi om te zien. Het ziet er ook weer geweldig mooi uit. Met al die letters en het goud en de calligrafie. En het is echt heel bijzonder om zoiets in je bezit te kunnen hebben. Maar toen bleek er opeens nog iets heel anders aan de hand te zijn. Want niet alleen zijn het prachtig gekalligrafeerde pagina's, er zijn ook pagina's met allemaal commissies voor het huldeblijk. Nou, dat is allemaal heel belangrijk. Maar als we nou een aantal bladzijden verder overslaan. Allemaal foto's van toeristische plekjes in Haarlem en omgeving. Dit zijn de mensen dus van van het bestuur van die NVR, afdeling Haarlem. En dan gaan ze op visite naar de Duinwaterleiding, nou dat is Bloemendaal. Hier gaan ze naar de Bollen, ook toen van grote toeristische trekpleister. En wat heel grappig is, ze gaan heel vaak naar het crematorium in Driehuis. Dat was een bijzonder gebouw, want het is volgens een van de eerste crematoria in Nederland. Het had ook een enorme, ja, dramatische architectuur, zoals je hier ziet. Hier staan ze bij de ruïne van Brederode. Daar staan ze op het dak van de BAVO. Hier staan ze in Groenendaal. En zo zijn er ook fotootjes dat ze op Elswoud aanwezig zijn in het park. En dat geeft dus een aardig beeld van wat zij als toeristisch aantrekkelijke plekken allemaal vonden. En ja, dit zijn dan altijd van die kleine cadeautjes die dan bij zo'n acquisitie zitten, die je vooraf niet duidelijk hebt gezien. Maar als je het eenmaal in je handen hebt, geeft dat gewoon even iets extra's. We kijken hier naar een boek met allemaal wapens. Familiewapens. Prachtig gekleurd, prachtig gekalligrafeerd. Dit is een vroedschapsboek van de Haarlemse vroedschap vanaf 1700 tot 1768, 1772. Wat hierin is gedaan is dat heel exact is genoteerd hoe die wapens eruit zagen. Maar wat heel interessant is, is alle genealogische gegevens die hierin staan vermeld. Want wat heeft de maker van dit boek gedaan? En het is zo ongeveer in 1768 ontstaan. Hij heeft exact de familierelaties aangegeven. En het geeft dus een heel mooi inzicht in de sociale geschiedenis, de regentenschap binnen Haarlem. Wie zaten er in besturen? Want die vroedschapsleden, die zaten veelal niet alleen in het vroedschap. En die families zaten niet alleen in het vroedschap. Ze zaten ook vaak in andere besturen van hofjes, van gasthuis, noem maar op. En dat vind je hier allemaal in terug. En het gaat dan tot op de overgrootouders. Die zie je dan hier vermeld. Dan heb je de ouders die vervolgens worden vermeld. En vervolgens de genealogie van dan het zittende vroedschapslid. Dus dit geeft werkelijk een prachtige beeld van de Haarlemse bestuurders. Bijna de eerste driekwart van de 18e eeuw. Het boek is heel lang in bezit geweest van iemand anders. En wat hij nog eens een keertje gedaan heeft, dat is in een modern handschrift, duidelijk te herkennen, met een blauwe pen, heeft hij gegevens aangevuld. En dat is ook best wel waardevol. Want hij heeft informatie nog extra bijgeschreven die in
in het origineel in eerste instantie er niet bij stonden. Waarschijnlijk omdat die informatie er niet was, maar in de jaren 50, want ik vermoed dat dit zo jaren 50 is gedaan, wel. Maar het is van een weergaloze schoonheid. En dus van heel groot belang om inzicht te krijgen in sociale structuren, in bestuurslagen, wie waren bestuurders. Waar zaten ze allemaal in? Heel blij dat we dit hebben kunnen verwerven voor het Noord-Hollands Archief. Nou, dan is dit het laatste object wat ik jullie wil laten zien. En dat is deze tekening. Hij stond vermeld als een ruïne van een oud kasteel met op de achtergrond een stad. Ik zag hem. En ik wist gelijk van, nee, dit is helemaal geen ruïne van een kasteel. Een stad, dat klopt inderdaad. Wat we hier zien is de stadsmuur, de noordelijke stadsmuur of de noordelijke stadswal van Haarlem. En hij is getekend in de 17e eeuw door Laurens Vincent van der Vinne. Dat was een Haarlemse kunstenaar, van een Haarlemse kunstenaar zijn uitgebreide Haarlemse kunstenaarsfamilie. Hij leefde van 1658 tot 1728. Hij heeft op een bepaald moment de stadsmuur getekend, omdat die werd afgebroken. Haarlem verwachtte, laten we zeggen zo, vanaf het midden van de 17e eeuw een enorme toename van het bewoneraantal. Het stadsbestuur had toen het vermoeden dat de stad wel eens uit zijn voegen zou kunnen barsten, letterlijk en figuurlijk. En daarop is besloten om de stad aan de noordzijde, dat is laten we zeggen aan de bolwerkkant, uit te breiden. Maar in deze periode was de oude stadsmuur nog volledig aanwezig. En die liep ongeveer in grote lijnen waar nu de nieuwe gracht loopt. Dus wilden ze uitbreiden naar de noordkant toe, dan betekende dat stuk van de stadsmuur moest worden gesloopt om die uitbreiding te kunnen realiseren. Uiteindelijk zou dat allemaal een tijdje duren, maar in de jaren 70 van de 17e eeuw gaan ze daarmee aan de slag. En wordt die muur over een aantal jaren heen wordt die gesloopt. En wat we hier zien, dat is de oude kruispoort met op de achtergrond de Janspoort. En je ziet dat die muur al in een deplorabele staat is. Ze zijn al begonnen met de sloop. En dat is wat we zien. En ja, 17e eeuwse tekeningen en ook nog eens een keertje van Haarlem. Maar nog veel bijzonder, we hebben nog een aantal andere tekeningen van diezelfde van der Vinne al in de collectie zitten. En deze vormt een prachtige aansluiting bij de reeds bestaande tekeningen die wij hebben van die noordelijke stadsmuur van Laurens Vincent van der Vinne. Dus ik ben heel blij dat we deze aan de collectie kunnen toevoegen, waardoor we tegenwoordig toch enigszins een idee hebben van hoe die stadsmuur er heeft uitgezien. Ook al is hij hier een beetje in een deplorabele toestand.